Sergio de Randami. Eerste wedstrijd in de halve finale gewonnen van Eiffel Towers Den Bosch. 67-54. Wat vond je van deze wedstrijd? Ja, heel mooi gespeelde wedstrijd. En ja, wat makkelijker dan de afgelopen dinsdag. Ja. Wat gebeurde nou in het derde kwart? Toen zakte het even in. Het wou even niet meer. De verdediging van Eiffel Towers ging anders staan. Hadden jullie daar even moeite mee? Ja, ik denk dat we namen te veel schoten en settelen voor jump shots in plaats van dat we layups namen. Net als toen het beter ging, hadden we meer layups en hadden we door wat ze deden. Je hebt natuurlijk al vaker tegen Eiffel Towers gespeeld. Hoe vond je hun nu spelen als team? Nou, bijna hetzelfde. We hebben hetzelfde als bijna alle vier wedstrijden hebben we voorgestaan. En na tweede kwart komen ze altijd weer terug. En dat hebben ze weer vandaag gedaan. Je deed vooral goed onder de borden. 8 rebounds daarmee. Was je top rebounder? Nou, ik ben verrast. Ik had niet eens door dat ik zoveel had eigenlijk. Kun je nagaan. Dus dan zo kan zo'n wedstrijd verlopen dat het niet eens opvalt. Maar je had de meeste. Ja, zeker. 1-0 nu, zondag uit. Wat verwacht je van de tweede wedstrijd? Nou, ik verwacht niets, maar wij gaan voor 2-0. En we willen het korter met te maken en gewoon gelijk afronden. Kijk, daar houden we ervan. En dan na de 2-0 gewoon 3-0. Ja, zeker. Spreken we dat af? Ja. Dankjewel. Bedankt. Coach, eindelijk is het dan zover. Playoffs. Best of 5 tegen de Bosch en dan gewoon met 13 punten verschil de eerste wedstrijd thuis winnen. Voelt goed, denk ik. Voelt zo heerlijk dit. Eerste helft was weer galoos van onze kant. We speelden zo goed. De verdediging was zo strak en dicht. Tweede helft hadden we even moeite met de zone. Na 2 time-outs hebben we dat heel goed opgelost, vind ik zelf. We pakken meer rebounds dan hun. We geven meer assist. We speelden gewoon ontzettend goed als team vandaag. Merk je nou ook dat dit anders is, playoff basketbal, dan een gewone gemiddelde wedstrijd? Ja. Wat is het? De jongens zijn heel scherp. Heel geconcentreerd. Er gaat natuurlijk wat mis hier en daar, maar dat blijft basketbal. Maar die jongens waren zoveel energiek vandaag vergeleken met een competitiewedstrijd. En wij doen het ook hiervoor. Even kijken naar de punten van de bank. Bij Eiffel Towers 5, bij Gaststerre Flames 30. Wat is er aan de hand? Ik denk dat even naar Eiffel Towers kijken. We hebben zo goed verdedigd. Okay. We hebben zo 15% drie punten gehouden. 15%. Rogier kon niet in zijn wedstrijd komen, Van Paas kon niet in de wedstrijd komen. Dat zijn de mensen die van de bank komen. De eerste 5 hadden we redelijk onder controle. En dan komen de jongens van de bank, Ties, die ontzettend goed stond te spelen. Met heel veel energie, zowel in verdediging als aanval. En we hebben hun bijdrage nodig. Jesse natuurlijk, die elementen stijgende lijn pakt. Maar ook Thomas, die erg belangrijk was in de eerste helft voor ons. En dan zie je dat we gewoon compleet zijn aan het worden. Okay. Voeg daarbij ook nog Brian die 5 assisten, 5 rebounds heeft gepakt. Nou ja, dan kom je op die 30 punten. Toch even terugkomen die nummer 21, Jesse Ford. Wat een energie en wat een uitstraling. Het publiek staat bijna massaal achter hem. Hoe vind je dat hij het doet? Hij doet heel goed. Hij was in een fase van een wedstrijd dat hij weer te snel ging. En hij raakte de bal kwijt. In zijn enthousiasme. Maar dan heb je ook spelers daarnaast zoals Brian en Alex, zeg maar, die hem ook af en toe begeleiden. Evers doet dat ook heel goed. Die zeggen van oké, nu rustig en laten we even de bal bewegen. Maar goed, dat is zijn eerste halve finale waarin hij echt staat en echt speelt. Okay, dus de ervaring die gaat hem even beter maken. Tweede wedstrijd in de Bosch, 9:15. Sergio zei net voor deze camera, we gaan voor de 2-0, wilde korte metten mee maken. Ja, dat is ook onze bedoeling. We willen gewoon zo snel mogelijk eigenlijk de tweede wedstrijd proberen te winnen. Je weet dat het lastig wordt in Den Bosch, maar niks is onmogelijk.